Het ministerie van Justitie en Politie heeft meer geld nodig. Dit gaf minister Jennifer van Dijk-Silos gisteren aan bij de beantwoording van vragen over de suppletoren begroting van haar ministerie. Ze zegt dat door de precaire situatie er onvoldoende middelen vrijkomen om de criminaliteit afdoende te kunnen bestrijden. Dat baart haar zorgen en dat maakte ze kenbaar in het parlement. Voor wat betreft de begrotingsmiddelen, als ik kredietopening krijg voor alles, is er geen probleem. Maar we krijgen al maanden geen kredietopening. Dus ik denk dat de vraag eerder moet zijn of we in staat zijn om de criminaliteit aan te pakken met de ter beschikking gestelde middelen. En er worden geen middelen ter beschikking gesteld. Vanwege de economische crisis, hoor, laat me haasten om dat te zeggen. Zodat het duidelijk is dat we ook Juspol een probleem heeft. We hebben aangepakt, want we gaan niet zitten kijken. We hebben met het leger aangepakt. We zijn bezig om de schaarse middelen die we hebben samen in te zetten. En het Nationaal Leger zet vooral in de binnenlandgebieden de transportmiddelen in. Ik denk dat we met z'n allen samen sterk zijn en dat we dat ook zo aanpakken. NDP-fractieleider André Bisikaba vroeg een interruptie om zijn bezorgdheid te uiten over de mededeling van de minister dat er niet voldoende geld is om voor veiligheid te zorgen. Vicepresident Ashwin Adin geeft aan dat vanwege de precaire situatie er helaas niet voldoende middelen zijn. Wanneer de minister stelt dat er geen kredietopening wordt verstrekt, waardoor de broodnodige middelen die nodig zijn om de meest basale zaken in het kader van de veiligheid te garanderen. Voorzitter, we gaan ervan uit dat er eenheid van binnen de regering is, eenheid van bestuur. Dus het kan niet in, voorzitter, bij mij dat dat op die manier wordt gesteld. Ik vraag graag dat de VP inkomt en ons duidelijkheid verschaft, voorzitter. Dank u wel. Op de manier hoe het gesteld is, maar we moeten niet ons zorgen gaan maken dat er geen prioriteit gesteld wordt. Want waar de eerste middelen aan gaan is waar levens in gedrang zijn, volksgezondheid en dat soort zaken. En criminaliteit behoort direct daarna ook in het rijtje. Wij doen alles eraan om die middelen beschikbaar te zetten, maar die middelen moeten er beschikbaar te stellen, maar die moeten er eerst zijn. Als we nu kijken naar het beleid, we blijven maar de analyses doen. Ik wil niet direct antwoorden op de vraag die gesteld is. Van wanneer komen de maatregelen in tijdlijn? Die zijn in tijdlijn. De komende dagen zullen die maatregelen die verlichting ook brengen, zodat die garanties voor criminaliteit en voor andere zaken van Juspol gegarandeerd kunnen worden. Maar we moeten niet alles natuurlijk gaan generaliseren, maar ik denk dat de uitingen van de minister slechts die zorg aangeven die er in elk ministerie, ook ministerie Justitie, Politie aanwezig zijn. Aldus vicepresident Ashwin Adin. Hij ging in op de financiële problemen waarmee het ministerie van Justitie en Politie te kampen heeft.